Hey, goedemorgen mensen. Afgelopen vrijdag kwam er een onderzoekje naar buiten. Het is een heel interessant onderzoek, maar het was best wel een hoop te lezen. En ik had een aantal mensen beloofd hier dat ik het eventjes zou lezen en een tekst erin en even een vlogje over maken. Maar dan hopen we dat het nog meer mensen gaat bereiken als dat het nu al doet. Het is een onderzoek van professor Frank Miltloner. Die man die is professor aan de UC Davis University in Californië. En die heeft dus eigenlijk gewoon het onderzoek gedaan naar de emissie van fossiele brandstoffen, maar ook vooral de emissie van de veehouderij. En wat is de conclusie? 80% van de methaan komt van de verbranding van fossiele brandstoffen. Er werd altijd beweerd dat koeien voor ontzettend veel methaanuitstoot zorgen. Dat valt dus eigenlijk procentueel gezien hartstikke mee. Maar waar kwam die man ook mee? Dat de CO2 die koeien uitstoten, dus de methaan, de stikstof, al de broeikasgassen die worden uitgestoten door vee, dat het veel minder negatief effect heeft op het klimaat als de broeikasgassen die worden uitgestoten door verbrandingsmotoren. Ik moet wel op mijn achtergrond in de gaten houden natuurlijk voor jullie. Maar wat wij eigenlijk al jaren zeggen, dat bevestigt die man dus gewoon, die University van Californië. En dan heb ik zoiets van, ja, er is een heel klein groepje mensen wat de veehouderij weg wil hebben. Maar de veehouderij is eigenlijk de oplossing. De oplossing, ja, wij zijn de oplossing. Deze meiden hierachter, die eten gras. Dat gras groeit op ons land. Ons gras haalt CO2 uit de lucht. De CO2 die wordt veroorzaakt door ons eigen vee, wat het al jaren doet. En de CO2 die wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele verbrandingsmotoren. Dat is de afgelopen jaren, of de afgelopen 80 jaar, is de helft van de fossiele brandstof in de aarde, daarvan is de afgelopen 80 jaar de helft al verbruikt. En dan opeens zijn koeien, of varkens, of kippen, de veroorzaker van de klimaatverandering? Nee, dat is helemaal niet waar. En dat is ondertussen bewezen. En nou moeten wij proberen dat verhaaltje naar buiten te dragen. En dan ook nog weer op een manier dat mensen zeggen van, nee, misschien zijn die boeren toch allemaal niet zo gek en niet zo dom als dat we allemaal roepen, als dat de media roept. Als dat met name Frans Timmermans roept daar in Brussel. Nou, ik hoop dat jullie er wat mee doen. En kijk, ik snap het wel. Wij hebben ook een auto, wij hebben ook trekkers. Maar er is ondertussen bewezen dat een veganist, die dus zelf zegt heel goed met het klimaat bezig te zijn, die bespaart 0,8 ton CO2 per jaar door veganist te worden. Maar als je dan één keer op vakantie gaat met het vliegtuig en een vlucht van 8 tot 10 uur, heb je 1,6 ton CO2 uitstoot. Dus een vlucht van 8 tot 10 uur. Dus dan moet hij daarna alweer 3 jaar veganist zijn, wil hij het compenseren. Nou, er is ondertussen wel gebleken dat de mensen die het hardst roepen het beste te zijn voor het klimaat, het meeste vliegen. En dus stiekem de meeste uitstoot hebben. Maar zelf zeggen ze van niet en vinden ze van niet. Nou, ik ga de koemelk en het kalfjebiest geven. Zet hem op, hou je taai, doe voorzichtig. En wij weten hoe het zit en wij zijn op de goede weg.